De Cornelissen, net brons gewonnen in de Kuur op Muziek met Jerich Parsi van NOP. Het kroontje op het werk van dit wereldkampioenschap, of? Ja, ik was super blij mee en hij doet het toch maar even weer. En de Kuur ging echt ook heel simpel, hij was heel relaxed en echt heel goed. Piaf Passage was indrukwekkend. Het is weer als van oud, hè? Zo hoort het. Ja, ja en... Ook heel mooi en heel mooi stil in de aanleuning. Ja, ik was ook echt super blij mee. Hij heeft gewoon even, wat hij natuurlijk woensdag een beetje miste, om even te settelen en even te denken, oké, waar ben ik eigenlijk? Woensdag moest hij natuurlijk in één keer naar binnen toe. En hij heeft er toch ietsjes nodig, dus nou deed ik ook heel relaxed rond de ring. Ik kreeg natuurlijk een beetje extra tijd, omdat ze natuurlijk van Charlotte nog de punten moesten bekendmaken. Dus dat was eigenlijk wel heel erg fijn. Dus hij dacht, oké, het is goed, hier ben ik weer. Ja, 2 minuut 15 seconden had iemand getimed. Ja, helemaal goed. Maar woensdag kwam ik iets te kort en nu iets te veel. Helemaal perfect. Jij reed rond de ring en toen kwam in één keer de gigantische hoge score bij het publiek binnen van Charlotte Dujardin met Van Legro, die goud won. En Jerich Parsifal verblikte of verbloosde niet. Nee, als het voor de proef is, dan vindt hij dat... Hij denkt denk ik dat het voor hem is. Dan vindt hij dat alleen maar mooi. Had je nog op meer gerekend? Ja, dat weet ik helemaal niet, want ik heb natuurlijk al die andere proeven ook niet gezien. Maar ik had in ieder geval een super fijn gevoel en dat is het belangrijkste. Je had de medaille omgehangen gekregen. Je wilde je gaan klaarmaken samen met Helle Lange-Hanenberg en Charlotte Dujardin voor de ereronde. En toen stak Jerich Parsifal, zoals je dat wel eens vaker heeft gedaan, even een spaak in het wiel. Ja, hij vindt die prijsuitreiking gewoon super spannend en ik heb wel eventjes geprobeerd. Natuurlijk wil ik wel heel graag een ererondje rijden voor het publiek. Alleen hij vindt dat zo spannend en dan schiet bij mij natuurlijk ook een beetje de stress met zijn hartoperatie van vorig jaar. Ik denk misschien moet ik het ook gewoon niet doen en gewoon even hem niet in de stress jagen. Want ja, nou ja, dat vindt hij nou eenmaal heel erg spannend. Ja, maar ik zag ook iets op jouw gezicht. Je was een beetje boos. Nee, ik was niet boos. Ik dacht alleen, ja, misschien... Ik dacht in eerste instantie, oké, we gaan het toch even een keer doen en we gaan het toch even... Maar hij dacht, nee, ik vind het veel te eng, ik moet hier weg. En toen dacht ik, ja, het is ook zo. Laat het maar. Je kunt in ieder geval met een goed gevoel terugkijken op de wereldkampioenschappen 2014 in Normandië. Even een korte blik naar voren. Waar is jouw volgende wedstrijd? Ik heb nog geen idee. Ik heb echt een planning gemaakt natuurlijk tot het WK. En ik heb geen idee wat we van de winter gaan doen. Gewoon even kijken hoe die natuurlijk... Hoe die is, maar ja, goed, hij voelt topfit aan en vandaag ook gewoon geen druppelzweet. En ik denk dat hij echt net zo fit hier weggaat als dat hij gekomen is. Dus we zien jou volgend jaar samen met Jerich Parsifal op het EK? Ja, misschien wel, ja. Heel veel succes op weg naar de voorbereidingen daar naartoe. Dank u wel.